Goedemorgen! Wakker worden! Man staat klaar met zijn Rolls Royce. Jazeker, jongens. Hey, we gaan naar Luxor, we gaan niet, hè? Dat is het motto. Ja, waar blijf jij dan? Moet ik jou ook ontslaan? Ik weet niet of jij weet wat er met de volgende gebeurd is. Hoi, Degoen! Hé, dat je opschiet met je vliegtuig. Kom aan, hey, we hebben niet allemaal de hele dag de tijd. Laat die champagne even koud zijn, ja? Heb je een voertuig voor ons? Bro, ik heb aan alles gedacht, maat. In de hangar staat een auto voor jullie klaar. Kunnen jullie op mijn kosten gewoon helemaal gratis meenemen? En dan hoef jij alleen maar... Oh, ja, die is al weg. Ja, die is al weg. Lijkt wel alsof hier leger zit of zo. Ja, bro. Maar badder. Zijn echt afkapping? Ja, laat dat. Wie is dit? Bro, het was niet mijn... Het was niet mijn bedoeling. Nee, trein verlaten, wegwezen. Dit is ons terrein. Trein verlaten, dit is ons terrein. Alles lijkt van. Wat deed er even? Wat deed er? Ik woon in de boven 40 trappen. Kijk je, kleine jongen, naast me. Oh, bro, 20 trappen, bro. Wat is dit, ouwe? Lopen. Nee, Badder. Hou je mond. Niks maken. Gewoon lopen. Badder, we moeten even meeluisteren. Nu nog even meeluisteren. Oké, heren. Wij zijn binnen. Wat fuck is dit? We gaan even een gesprek. Dit zijn de mannen, dus. Ik loop de deur. Trons is op een zijstoel gewoon, niet op zijn meestoel. Hoezo zit je niet op je eigen stoel? Mannen, allemaal knieën, allemaal op jullie knieën. Zijn mijn patroon? Op je knieën. Op zijstoel. Patroon! Op je knieën, op je knieën. Dit is geen patroon, dit is fucking knieën. Boys, kom. Geloof me, je wilt je leven niet kwijtraken. Op je knieën, jij ook kale. Neem die kale alvast mee. Wacht! Nee, we zijn nog aan het lachen, wacht! Ja, maar die kale moet weg. Neem hem niet mee. Wacht, die zijn nog aan het lachen. Kale moet weg. Oké, luister die. Hey mannen, het gaat simpel. Hey, neem die kale weg. Die kale gaat weg. Okay. Opstaan. Ik word weer meegenomen, man. Fuck jullie allemaal, man. Schooien, zo moet ik. Oh, nee. We kunnen. Fuck jullie fucking wapen. Eén iemand neemt. Breng hem naar die kelder. Meelopen. Badder wordt meegenomen. Wie is de aanvoerder van jullie? Aanvoerder? We zijn geen voetbalteam, bro. Nee, maar er is wel altijd één leider. Wie is de leider? Wie denk je zelf? Is er wat grappig, jongens? Ik praat serieus met jullie. Wie denk je dat de leider van ons drie is? Samen, handen moe. Is het een spelletje wat? Spelletje? Ben je de leider, ouwe? Ik ben de leider. Ik wijs nu. Wil je een bullet in je been? Wil je dat? Een bullet? Hoezo een bullet? Jij vraagt wie de leider is. Ik zeg ik ben de leider. Oké, duidelijk. Esther, wat hebben jullie te zoeken? Op dit terrein. Hey, zijn dit ook die mannen die zijn weggestuurd vandaag? Ja, volgens mij wel. Dus jullie komen voor de tweede keer. Jullie hebben geen respect, hè? Ja, we hebben wel respect. We willen het overkopen, man, van jou. Ga naar beneden. Ga op je knieën, vriend. Ga op je knieën, zei ik. Je bent wel een beetje boos, man. Waarom? Dit is al de vierde keer deze week, hè? Maar ben je patroon? Dit is mijn... Tuurlijk ben ik patroon. Wat is het voor vraag? Hey, we willen het overkopen, man. We hebben meer geld dan jij, denk ik. Maar je komt inbreken, of wat? Nou, niet inbreken. Gewoon huis bezichtigen. Ben je via de voordeur gekomen, ja of nee? Ja, nee. Even lopen. De eerste keer wel, maar toen zijn we weggestuurd. De tweede keer zijn we via de achteringang gegaan. En wie heeft je die toestemming gegeven? Het is gewoon mijn terrein. Niemand heeft ons die toestemming gegeven, maar wij wilden gewoon kijken. We hebben graag wat ik eigenlijk nu mag doodmaken omdat je op mijn... Boys, hij kon het niet vinden! Wat kon hij niet vinden, Badder? Hij kon die setup-lock niet vinden! Nee. Hij kon het niet vinden! Kale, kijk, luister. Ik ga je netjes vragen. Of ik druk een bullet in je hoofd, of je werkt gewoon rustig netjes mee. Dan druk een bullet in mijn hoofd. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, oké? Hij bepaalt voor je, ik zou niet prikken, ik zeg je eerlijk. Ga eerst op je knieën, want dit is niet de manier hoe je tegen mij praat. Je kan de leider zijn van deze... Ik weet niet wat ik ze kan noemen, maar hier niet, vriend. Luister, jullie willen het overkopen. Ja, dat... Overkopen? Wat hebben jullie gepraat met deze man, boys? Noah, kijk. Hey, luister, leider. Voor ik tegen jou praat, ik wil dat die kale gewoon stil is, want hij praat veel. Hey, bek dicht te schooien. Hey, badder, voilà, stil. Laat het bro, gaan. Hij moet niet zo tegen mij praten. Noah, maar laat het gaan, bro. Ga maar van kat. Hey boys, neem die kale mee, sta gewoon niet buiten. Hij is irritant, hij praat veel. Oké, ik ben stil. Ga je blijven, ga je normaal doen? Geef hem nog één kans. Oké, stop met deze dingen dan. Badder, laat het gaan. Oké, luister. Hey, leider. Yo. Je wilt dit kopen? Nou, eigenlijk. Weet je wat? Ik hoef het niet meer te kopen, man. Oké, is ook niet nodig, man. Waarom? Maar ik begrijp toch wel dat je niet zomaar deze terrein kan betreden? Ah, dat begrijp ik, maar... Wat gebeurt er als iemand jouw terrein betreedt? Die guy wordt even stevig onder de handen genomen. Laten we daarop houden. Ik denk dat jullie wat bullets gaan... Dat kunnen we niet doen, toch? In ieder geval, luister. Ik wil al jullie namen hebben. Is dat echt nodig, bro? Wat is jouw naam, vriend? Maar is dat nodig, vraag ik jou? Ik zei, wat is je naam, broer? Het is zeker nodig. Maar wie ben... mijn naam. Ik ben de man die al aan de schot heeft. Oké, mijn naam is... Zeg je naam gewoon, jongens. Okay. Ben je vergeten? Hey, Ahmed Boukali. Ahmed Boukali. Ja. Yeah. En die van jou, Kaal? Ja, voor Jan. En die van jou? Zullen we dan... Ik ben Jan. Jan.
Hip man. Is iets grappig. Hey, luister, die leider. Hey boys, hij komt niet eerlijk over, man. Hoezo kom dat hij liegt, man. Laat me je ID zien of zo. No. Laat me je ID zien. Oké. Wacht, boys. Hey, die guy met die AK. Hou afstand. Ik ga eerlijk zijn. Hey, mannen, kijk, luister. Even die geintjes gestopt. Dit pand is beveiligd nu. Jullie kunnen nergens heen en jullie gaan gewoon geen licht meer zien. Dus normaal. Je hebt gelijk. Hey, boys, even serieus. Ik weet hoe deze dingen gaan. We zitten hier midden op een eiland. We kunnen zomaar gedood worden, boys. Even serieus. Mijn naam is Mohammed Ali. Kan je Mohammed zeggen? Mohammed Ali. Goed zo, juist. Wat goed zo, bro. Hele boel. Ik maak de joke. Even om jou te testen, Mohammed en Ali. En van jou, Kale. Mijn naam is Badr Hari, man. Badr Hari. En die waarom van jou? Zeg je mijn naam zo? Wat gast. Hey, en die van jou? Mijn naam is Rico Verhoeven. Kijk eens wie we daar hebben, mannen. Kijk eens wie, wat? Herkennen jullie mij nog? Wacht, laat me goed kijken. Ja, kijk goed. Kijk goed. Mag ik even opstaan? Nee. Ik wil je even... Bro, ik moet helemaal naar boven kijken. Ik zie je niet goed. Zit en blijven. Maak je geen zorgen. Blijf op je knieën. Memphis Depay. Jongens. Nee. Dit is lang geleden, neef. Lang geleden, maar wat hebben jullie mij vies gedaan, Badr, jongens. Je weet precies wie dit is, bro. Ik wist niet dat ik jullie zou tegenkomen. Ik weet precies hoe jullie zijn. Ik heb met jullie meegedaan. Inbreken, inbraak, shit, alles. Shit, ouwe. Bro, we hebben jou geleerd, bro. Wist je nog toen ik jou geleerd had? Oh, Memphis! Ja, bro. Fuckers. Ja, maar je hebt het nu gemaakt. Debuut. Jullie hebben mij gebracht. Luister, vriend. Stil. Jij, vooral Badr. Ik heb je veel pakjes gegeven. Niet veel praten hier. Welke pakjes, bro? Niet stoer doen nu, hè. Badr. Ik heb je leren lopen, hè. Je hebt mij leren lopen, bro. Ik heb je leren rennen, bro. Wow. Wie heb je eerste inbraak gedaan? Mohammed Ali. Je hebt me gewoon leren zwemmen en nu ben je zo geworden. Bro. Inbreken in mijn huis. Maar wat hebben we gestolen, bro? Niks, maar je wou het wel. Maar ik ken precies wat jullie doen. Nee. Luister. Nu ben ik aan het praten. Ik weet precies wat jullie doen. Ik heb met jullie meegedaan vroeger. Jullie hebben mij op het slechte pad Jullie hebben mij op het slechte pad gebracht. Ik was een goede voetballer en jullie zeiden kom in die criminaliteit. Maar zo was ik gestopt met voetbal. En daarna hebben jullie mij vies in de steek gelaten ook. Schaam jullie niet. Je stond altijd bang, bro. En je was niet met ons, bro. Laat niet lijken. Maar schaam jullie niet. Bro, wij hebben jou niet in de steek gelaten. No, man. Ik zeg je liet ons in de steek. Je liet nooit iets van je horen. Hé, beveiligers. Deze mannen. Ik deed vroeger met hun gewoon kleine klusjes. Deze mannen zijn nog steeds broke, denk ik. Wat? Dat ook, man. Kijk, je schoenen, man. Daarom, hé, boys. Ik zeg jullie. Toen ik met deze man bewoog. Ik reed een Fiat, hè, boys. Fiat. Ja, man, die mannen houden me niet eens goed. Alleen die Mohammed Ali had een RS6. Ja, bro, is toch maar hard? De rest was gewoon broke. Deze handlangers zijn broke, geen geld. No, hey, zo kan je ze niet noemen. Badr heeft een. Badr, zeg ze welke wakkie je hebt. Bro, ik heb gewoon M5, competition. Saa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 
nog steeds geen haar op je hoofd, want je bent de handlanger. Hey Rico, wat toch heb jij bereikt? Ik heb geen genoeg geld van haar en ik heb een M5, bro, en genoeg money op die bank. Je liegt, Rico, je hebt geen nog geen M5, bro. Sinds wanneer heb je M5? Sinds wanneer heb je M5? Dat is niet waar, man. Zie die boys, dit bedoel ik, hè. Die twee rijden een waggie, deze zieliger rijdt nog niks. Rico, op een dag zet ik je ook goed, bro. Weet je wat het is, jongens? Kijk, ik neem jullie twee niet eens kwalijk. Ik neem deze man kwalijk, deze mannen. Weke! Ja, jij. Hoezo om mij? Waarom rij jij een RS6 en reek niks? Waarom was ik broke en had jij een huis? Die zijn toen matties waren. We zijn matties. We deden zoveel jobs en ik kreeg nooit een cent. Hey bro, je krijgt nu papa schuld. Hoeveel heb je nu? Doezo? Nee, heb ik niks aan. Ik zeg je eerlijk. Hey mannen, ga jullie vastzetten, man. Hey boy, sta op. No, bro, we kunnen toch wel gewoon weer nummers uitwisselen. Nee, weer zaken doen, broer. Sta op. We gaan geen zaken doen. Boys, breng ze naar die cel. Allemaal. Ja, voor lopen. Eén voor één lopen. Loop wel voorop. Bij elke verdachte beweging wordt er in de volk geschoten. Zo handelen wij op het eiland. Bro, je klinkt als een agent, bro. Ga geen rare dingen proberen hier, want je wordt gewoon snel geschoten. Vooral jij, Kale. Haha. Ik dacht dat ik de masker af gaan doen en die bril van hem. Je wordt gewoon snel. Nee, moet je lopen. Niet tegen je collega. Hey, Badder, even meewerken, man, bro. Volgen, handen. Ja, schijnbeweging. Meevolgen. Links of rechts? Top, man. Waar ga je heen? Kom hier. Andere kant op. Zo. Collega S, andere kant. Zo. Hey. Okay. Hey, wat ben je aan het doen, man? Heren, lopen. Jij ook je hand omhoog, vriendje? Goed zo. Zit, jongen. Lopen. Volg hem maar met die masker. Ja, zo blijft het vol. Bro, maar Memphis is eerlijk. Sta je al een keer baas of sta je nog steeds bank? Heb je al geld verdiend of heb je nog steeds geen auto? Ik heb geld. Niet zo over mijn matties toch, Memphis. Kijk waar je loopt, vriend. Dit heb je allemaal niet. Niet veel praten.
Memphis. Hij loopt jong of zo, man. Memphis. Ja. Maar zonder grappen, ik ben bloedserieus. Hoe zit het met je carrière? Mag ik dat nog wel weten? Je ziet het toch aan deze mensen. Ja, ik zie mensen, maar speel je nog überhaupt? Of dat, ben je ik heb sowieso in China gespeeld. Zo. Maak geen zorgen over mij, jongens. Die tijd is voorbij dat je. Dat dropt hier in deze bij een kelder. We gaan hem ook op slot doen, zo meteen. Hey, wat dacht je dan? Deur open. Ja. Ik wil eerst grapje knieën, want dit bevalt me niet, zeg maar. Zo bevalt dit je niet? Allemaal, gewoon het bevalt allemaal. Me niet. Dat is het makkelijkst voor ons. Zo wij goed overzicht. Hey, die linksachter mag even zijn masker en zijn bril eens afdoen. Hé Rico, ja. doe maar je masker af. Doe maar, ik doe masker bril af, man. Wat is dit? Je hebt nog steeds die grote neus, doe die masker af. Kijk hier, kijk die gezicht. Je hebt nog steeds geen gezicht, Sarah ook. Grapje knieën, je bent nog steeds lelijk. Bro, niet doen of je de stoel met je paard. Grapje fucking knieën, man. Hou je bek dicht, man. Even rustig. Man, ik zeg je eerlijk. Het liefst had ik jullie één voor één geblazen, maar ik heb nog steeds normen en waarden hier, toch? Dus ik ga jullie gewoon even laten wegrotteren. Hey, alle wapens zijn gepakt, toch? Ja. Ja, we gaan nog even dubbel checken. Oké, is goed. Oké, dan zetten we het op slot en laten we ze hier even wegrotten. Ja. Oké, alle mannen zitten vast nu, toch? Ja, alle mannen zitten ook vast, man. Allemaal locked op. Besef, mannen staan naast elkaar, ze praten in Porto. Boys, we hebben onszelf echt in een domme situatie gebracht. Oké, maar waarom ben je aan het liggen in onze kamer, man? Ik ben gewoon moe, ja, kapot. Een beetje raar, man. Je kijkt echt in mijn zak. Rico, ik kijk daar niet naar, dat weet je. Bro, boys, even, ik ben niet zo blij met wat we hebben gedaan. Nee. Besef dat Memphis ons heeft aangepakt. Memphis, broer. Beseffen jullie dat? Ja, man. Dit had nooit mogen gebeuren. Hoe gaan we het goed maken? Hoe gaan we dit doen, man? We zitten hier vast. Geen eten, niks. We moeten sowieso... Oh, ik heb eten bij me. Wil je broodje, boe? Oh, ik heb... Ja, wel honger. Heren, hebben jullie honger? Ah, we zijn toevallig al aan het eten. Oké, top. Goed zo. Wat goed zo? Wat zei je dat? Shinaka betekent niet dat je bij de hand moet doen, hè? Hey, maar boys, we moeten het eigenlijk wel echt goed maken met Memphis, man. We moeten weer vrienden worden met hem. We hebben hem echt nodig. Zie je niet? Die man heeft een villa, een mansion. Ja, weet ik veel. Ik ga gewoon praten met hem. We moeten gewoon met emotie praten met hem. Met gevoel. We moeten weer vrienden worden zoals altijd, man. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Anders gaan we hier af, snap je wat ik bedoel? We mogen hier niet doodgaan. Nee, man. Maar hoe is de vraag? Geloof me, laat het aan mij over. Ik praat wel met hem. Ik weet het ook niet, man, boys. Ik weet het wel. Ik weet het wel, bro. Komt eraan. Collega. Alles goed daarbij nog, of niet? Ja, alleen we zijn een beetje kapot, man. Dat begrijp ik. Weet het echt. Hè? Lekker op de knietjes zetten, heren. Wat? Waarom? Wat zegt u, meneer? Moeten wij op de knietjes? Nee, ik zeg, jij zegt, je bent kapot. Ik zeg, het zou wel komen door van die knietjes te zitten. Oh. Ja. Misschien je tas eens een keer zelf doen, hè? Bro, dat je die AK hebt, betekent niet dat ik je niet aan kan, hè? Dat betwijfel je. Betwijfel je dat? Jongen. Oh, man, lach nog. Hij is wat zei je daar, gekke gast? Oh, Badder, trek je wapen. Loop door. Oh, dear boys. Waar is die man heen gevlucht? Waar? Wij gaan vrijkomen, gap. Hey, hoe gaan we hier weg? Wegwezen, broer. Handen. Ik heb hem geraakt in zijn been, Hey, kom. Handen omhoog. Oh, wat is dit? Huh? Mo, kom. Zoek handen omhoog, handen omhoog. Op zijn hoofd, ik heb hem geraakt. Hey, vlucht. Laten we vluchten, hier links. Hey boys, Memphis was net aan het wegrennen en ik heb hem geraakt in zijn been. Ik maak geen grap met jullie. Ik heb hem echt geraakt in zijn been. Call on Memphis. Hey boys, ik hou jullie niet bij, maar hier naar links. Oh god. Hier staat de auto, boys. Pak deze auto, pak. Pak die auto. Hey, wegwezen. Ik zweer het, ik heb Memphis geraakt in zijn been. Instappen, boys. Weg. Ja. Juist. Kan niet ver zijn, toch? Gordelsom. Oh, deze wokie is koude raar. Hé, hey, kijk achter je. Is dat was iemand. Waar? Achter je, in die auto. Ja. Uitstappen, Mo. Stap in. Hey Badder, luister. Jij gaat zo uitstappen en dan stap ik in, ja? Jouw plek. Wie is het? Ik weet niet. Ik ga hem rammen. Wie is het? Hé, hey, is dat Memphis? Hey, ja, stoppen. Dat is hem. Dat is stoppen. Oh, nee, niet doodmaken. Ik heb zijn banden lekker gemaakt. Handen omhoog. Schooien, flikken. Oké, hoor dan. Luister dan. Boys, hou hem onder schot. Ik ben makelaar. Hij haalt ons op en we brengen deze Memphis naar stad. Zal hij gaat mee. Vastbinden? Nee, maar wacht. Boys, luister. Waar is mijn beveiliging? Die zijn dood. Die zijn allemaal dood, jongen. Mijn beveiliging! Goed. Helaas, bro. Luister dan. Jij gaat even moeten luisteren, ja, bro. Vat het helaas niet verkeerd op, ja.
Maar we moesten dit wel. Eén beveiliger deed echt stoer. En de toon hoe hij tegen ons praatte, bro, dat kon echt niet. We hebben beide beveiligers doodgemaakt. Waar is... Hij zit in de auto. Oké, ik ga de makelaar bellen. Mannen. Ik kwam net naar jullie toe komen, man. Oké, boys, ik bel die makelaar, ja? Ik stap in de tussentijd in. Yo, what up? Kan je ons ophalen met... hoe noem je dat? Vliegtuig. What the fuck is er aan daarom? Bro, we praten later bij. Heel veel gezeik meegemaakt vandaag. Ja, bro, geef hem even dan kom ik aan je. Ja? Graag, privéjet, dankjewel. Yo. Spoed. Oké, boys, hij is onderweg. Ga naar Eiland Airport. Hey, maar mannen, luister dan. Je toch, ik heb jullie een dag maar vastgehouden en zo. Ik wou het echt weer goed maken en zo. No, maar een dag was te lang en op een gegeven moment... Bro, die... Wacht, stap uit, ik ga het je precies vertellen. Nee, trouwens, jij kan niet uitstappen, Jan. Wacht even. Badr, haal hem uit die waggie. Hey, maar boys, luister. Ik wou echt naar jullie toe komen met, ja, iedereen verdient een tweede kans en zo. Wou je dat echt na een dag doen, bro? Dat wou ik echt, maar kijk, wat je nu doet, bro. Ah. Ik zeg eerlijk, ik kan me beter doodmaken, want ik heb nog steeds genoeg beveiligers. Waar dan? Waar? Oké, ik heb een PC-tracker op, man. Je kan me vinden later. Heb je wat op je? Wat heb je? Ja, dat ga ik niet hardop zeggen. Je zei, je hebt een PC-tracker? Dus heb je PC ingebouwd? Ja. Hey, laat hem stilstaan. Wat de... Man heeft echt... Hey, maar, hier toch, Weet je wat? Voordat onze privéjet komt, kijk, jij kan wel leuk en aardig een stuk land hebben, toch, Memphis? Je hebt een groot land, leuk, aardig, je hebt beveiligers, cool. Maar ik mag jou, bro. En maar jouw beveiligers, bro, ze deden echt biggie. Heel straight up. Ik denk... Bro, zo zijn ze toch... Ja, ze horen toch ook zo te werken, bro. Kom op. Ja, maar op een gegeven moment na 24 uur aan een dag vastzitten, broer. Die woorden kan je niet meer hebben, snap je? Ja, maar ik heb wel voor gezorgd dat jullie KFC hadden, Mackey. Nou, wij hebben niks gekregen, man. Die beveiligers hebben zelf gegeten. Nee, joh, echt? Ik denk ze hebben zelf gegeten. Laat lijken. Jij weet dat, hè? Jij weet dat ze... No. Nee, man. Hey, boys, even serieus, man. Je weet toch, ik ben nog steeds die pure guy, hè. Ja, okay. Ik was boos op jullie omdat jullie mij juist in de steek hebben gelaten. Ik wou altijd met jullie rollen en als jullie laten mij in de steek, was nog broken. Oké. Boys, wacht. Laten we even onder de zes ogen praten, boys. Behalve Memphis, man. Hey, bro, één beweging en ik schiet, hè, bro. Oké, is goed. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb je in je been geraakt, hè? Onze private jet is er, bro. Nee, waar? Kijk hem daar aankomen. Zeg, holla, jullie hebben private... Jullie zijn geupgrade. Bro, tuurlijk. Ja, jij wou niet met ons zijn, toch? Gisteren. Nee, ik zeg je eerlijk, boys, het werkt allemaal. Ik heb er vier. Jullie hebben deze hard, man. Heb je er vier? Gaat hij nu nog zo doen? No, ik wil gewoon zeggen van, als samen hebben we vijf. Wat fuck is er gebeurd? Welk model is dat? Mijne. Stijn, stap even uit. Man. GTRWT. Stijn, we hebben de afgelopen dagen zoveel meegemaakt hier op het eiland, bro. Hij lijkt bijna op mijn piloot. Nee, het is niet jouw piloot. Wie is het? Wat onderschat jij mij, grote maat? Piloot, niks de piloot. Ik ben met mijn vliegtuig... Oké, Stijn, in ieder geval, dit is een jeugdvriend van ons. Sorry, maar niet zo boos, toch? Memphis. Ach. Yes, trouwens, Stijn, met jou moet ik nog de ring ingaan eigenlijk, maar... Zei je niet dat dit eiland zeg maar gewoon onbewoond is, dat hier niemand woont? Ja, dat is het ook. Hij woont hier! Wie de fuck woont hier dan, deze gast hier? Wie is dit? Dit is Memphis, bro. Hij bluft, man. Hoe bedoel je ik bluff, bro? Wat allemaal beveiligers en zo. No, maar het is echt zijn huis, man. PlayStation en zo. Nou, dan ga ik even met iemand praten, want... Jij bent de makelaar, toch? Jij weet toch wie welk huis bezit? Ja, hij is van mij. Ik weet niet wat meneer erin doet. Hij is van jou. Ik heb deze bij Jeffrey gekocht, bro. Jeffrey. Fucking Jeffrey. Memphis. Je liet het lijken? Memphis, je liet lijken. Je was gewoon in iemands anders huis. Laat kijken. Daarom die onbewoond eiland toch. Daar kan niemand te vinden. No. Nee, waar gaat het over, bro? Ik was met Jeffrey, bro. Jeffrey. Ik ken helemaal geen Jeffrey. Ja, dat is die man die boven jou staat waarschijnlijk, daarom ken je hem. Ja, hij is ZZP, je eigen bedrijf, dat zeg je allemaal. Ja, maar Jeffrey moet niet dit. Je bent gehouden, bro, is geen stress. Stap die vliegtuig. No, maar wacht. Voordat we instappen. Badr, Rico, zijn we nu goed met Memphis? We kunnen wel lachen, je merkt toch, we kunnen lachen, bro, met die jongen. Nou, wat hij net allemaal tegen mij heeft gezegd, broer, ik vertrouw die man niet meer. Come on, boys. Nee, no, Memphis is mijn G, man. Memphis, ik zeg eerlijk. Oh, bro, hallo. Hij heeft net met AK's en zo nog een smijten en nu op een schijf knuffel willen geven. Wie knuffel je? Nee, Memphis, ik zeg eerlijk. Geen man een knuffel, man, boys. Tuurlijk, bro. Ja, man, boys. Ik heb jullie echt gemist, man. Even. Ik heb die kale grapjes ook wel gemist. Kijk die hoofd alleen. Ik hou van je, bro. Ja, weet je wat? Memphis, kom hier, man. Kom hier, geef me een dikke knuffel, jongen. Tuurlijk, bro. Ik heb je ook gemist, man. Wauw. Soldaat, zie je? Heel lekker, man. Wat is dat? Dat is Dolce & Gabbana. Oké. Laat me ook even met Memphis praten. Waarom moet je ook weer knuffelen? Echt een nawapper. Wil je ook knuffel, broeder? Laat zitten, man. Hey, Memphis, luister. Je hebt ons wel vies gedaan, bro, maar... Zoontje, kijk hier.
Ik heb je ook gemist, man, bro. We willen ook knuffelen, gewoon, bro. Hey, boys, laten we instappen, man. Ja, man. Hey, de grootste knuffel nog. Niet achter het. Niet achter de kopping, bro. Niet achter de kop. Nee, nu niet groot. Anderen zijn nog steeds koppig, hè. Boys. Hey, Mo, sorry, man. Zullen zeeën, man. Nog steeds een koppige jongen, hij. Stijn, breng ons maar weer naar de stad. Boys, stap in, man. Let's go. Wel Memphis als laatste. Sorry Rico, sorry. Daar gaan we weer, boys, man. Here we go! Oh, ik zie de stad al rechts. Oh, ik krijg spanning in mijn buik. Houd even vertrouwd, man, boys. Ja, man. Ik heb jullie gemist, man. Ik heb jou ook gemist, man, bro. Hey, boys. Even serieus, hè. Het lijkt wel bijna op mijn private jet. Angels, a shawty a angel. All that bitch really need is a halo. I gotta stay low. I know bitches I don't wanna date though. Shawty she famous on the gram. She hitting the mangoes. I pour a deuce up in my cup, mix it with the Faygo. I blow the top off of my coupe just like a volcano. We blow the